Het Milenfestival in het Haagse Zuiderpark is dé gelegenheid om familie, vrienden en kennissen te ontmoeten en te genieten van de heerlijke Hindoestaanse gerechten in een gezellige sfeer. Ik ben hier gekomen om oude kennissen te zien en om te eten en lekker samen met mijn dochter te zijn en mijn vrienden en lekker even genieten van het mooie weer en genieten van al het eten en de mensen om me heen en een beetje muziek aanhoren. En met mijn vrienden lekker relaxen na een drukke week werken. Kokosnootwater bijvoorbeeld is op de Milen een erg populaire drank. Het eten is heel erg bijzonder hier. Je ziet zoveel mensen en er komen veel meer mensen op af. Het bijzondere van de Milen dit jaar is de fototentoonstelling waarin aandacht wordt besteed aan 135 jaar Hindoestaanse immigratie van India naar Suriname. Mijn naam is Rowan Bonarsi en deze tentoonstelling is hier gegeven omdat wij duidelijk willen maken wat er vroeger is gebeurd in Suriname. Er zijn mensen naar Suriname gekomen vanuit India en daarom willen wij duidelijk maken aan de mensen hier in het Milen. Dat gebeurd is in het verleden en niet veel mensen weten dat. Ja, we willen de boodschap geven dat voor de mensen van vroeger is het zwaar geweest om te werken in Suriname en dat wij het hier allemaal veel beter hebben dan nu. Door deze tentoonstelling kunnen mensen terugkijken naar de ontwikkeling van de Hindoestaanse cultuur in al die jaren. Als ik haar zo gekleed zie, dan doet het me alleen maar aan een huwelijk een beetje denken. Maar in Suriname liep men niet zo. Okay. Ik ben nog van de derde generatie, dus ik heb echt deze dingen niet gezien. Okay. Wel in India en bepaalde dorpen, maar niet in Suriname. Aha. Maar het doet me wel aan als iemand zou trouwen, dat ik dat een beetje zo kan zeggen van oh, ja. Ik ben heel lang niet naar een bruiloft geweest, maar wat ik dus van de week wel heb gezien is ja, ze trekken inderdaad niet meer zo. Het is nu een beetje open geworden, moderner geworden. We leven ook in een andere tijd. Bollywood films kijken, het verandert. En de jongeren gaan ermee. Ja. Maar je ziet toch wel dat ze iets van de cultuur houden hoor. Een beetje hun distans hebben ze nog. Dat ze een sari aantrekken, maar het gaat open. Het is veel is verloren gegaan. Dan vind ik dat de Hindoestanen die hier wonen, in vergelijking met Suriname en India, vind ik toch wel dat de Hindoestanen hier conservatiever zijn. Dus hier proberen ze vast te houden wat ze kunnen vasthouden. Dat is wat ze ook in Suriname hebben gedaan. Maar wat ik in India zie is dat het een beetje de grote steden aan het verwateren is. Dat is wel zo. Het is een traditiearmband van ons. Aha. Dat komt uit eigenlijk uit India en is doorgegaan naar onze ouders, voorouders. Dus ook doorgaan naar Suriname. We dragen het nog wel, zeker. Vooral de oudere mensen dragen het nog wel als traditie. En tegenwoordig de jongeren, het is wel een beetje vervaagd, verwaterd, maar het wordt nog wel gedragen. Meestal op feesten, op bruiloften, het wordt nog wel gedragen. Westerse moet ik wel zeggen, omdat we in Nederland wonen, het is natuurlijk ook verwaterd, maar door de Bollywood-affactie komt het wel weer terug. Dat zie je wel heel veel. Het dragen van zoveel traditionele sieraden, zoals hier in beeld, is tegenwoordig wel veranderd. Ook is dit een gelegenheid voor Hindoestaanse ouders en grootouders om kinderen te laten zien hoe hun voorouders hebben geleefd. Ik leg ze ook uit dat ze het beter hebben dan ik het toen had. Aha. En dat ze blij mogen zo zijn dat ze dan hier zijn en met heel veel vrijheden. Dat ze volledig nuttig maken hier in maatschappij en een goede opleiding. Ik kan me deze situatie levendig voorstellen in het weeshuis. Het was ontzettend streng. Het was echt dat je, nou laten we zo zeggen, dat je fobie van krijgt als je iets verkeerd doet. Het was helaas een hele nare ervaring. Okay. En dat is allemaal in het weeshuis in Suriname. Daarna ben ik ook hier gekomen, ook in een weeshuis. Daar ging een wereld voor je open. Daar werd tenminste naar je geluisterd. Maar daar was het gewoon te streng. Praat eens een beetje haar armen. Arme mensen. Ze hebben geen schoenen. Ze hebben helemaal niks. Ze hebben niks. Nee, en jij hebt alles. Ik heb daar een hele nare ervaring gehad. Bijvoorbeeld is van op tijd naar bed, slapen met andere grotere jongens. En dan werd je gewoon gekleineerd en
geslagen. Dus niet alleen door de leidinggevende, maar ook door de anderen. Ja, ik denk dat ze heel weinig vrijheid hadden in Suriname. Ze zijn met de boot gekomen naar Suriname. En ja, dan moesten ze gelijk aan de slag, moesten hard werken op de plantages. Vandaag de dag. Liever de mensen vrijer, ze kunnen doen en laten wat ze hebben willen. Aha. En wat ik heel belangrijk vind, is dat ze hun cultuur hebben behouden. Ja. Dat vind ik belangrijk. Maar aan de ene kant kortom is dat hij moet gewoon realiseren dat wij het beter hebben nu dan vroeger. Veel beter. Ja. Because you're keeping up all night. No, I don't want to run. Milen dit jaar staat in het teken van de verbinding tussen heden en verleden. Ja, ik heb het doel bereikt en we gaan zo naar huis. Ja, ik heb allemaal lekkere cakejes gekocht. Ik heb ballon ballon gekocht, chocoladecake. Jalebi! Wow. Het is echt multicultureel.